Zwaai eens even met één hand. Zwaai eens even met de andere hand. Ja, kom. Even aan de kant. Ja. Hier zijn ze dan. De leukste drieling van Nederland met... Jaden. Jalicia. En natuurlijk Jason. Dames en heren, dit is Good Life. Ja, dames en heren, en welkom bij een nieuwe Holland and My Daughter. Ik ben Gordon. Hi. En dat is Melanie. En Melanie, die wordt vandaag helemaal gemake-overd. Want dit kan toch niet meer over straat, mensen. Dat is jullie het toch met ons eens, zeg. Wat help je, jongen? Ja, want daar ligt de dochter, hè? Die ligt ziek op bed. En kijk, moeder is stralen. Je hebt geen laarsjes aan, dat valt mee. Nee. Ze krijgt vandaag een extreme makeover. Dus we zijn benieuwd, dit is er nog. Kijk er nog maar goed naar. Jason. Maar heb je wat in je ogen? Heel even af. Kijk jij nog maar even goed naar Jalicia, want dadelijk is je moeder heel anders. Ja, ene. Nou, dit is het tevoor. Ja, mijn kleding blijft hetzelfde, hè? Denk eraan. Mijn vingers blijven hetzelfde, alleen mijn gezicht. Alleen aan de kop erop, oké. Ja, dat wou ik net zo nog niet zo zeggen. Ja, volgens mij zit het hier. Brandon's. Hallo. En alles goed? Ja, met jou? Ben je daar klaar voor? Gaat het altijd niet, toch? Ben je er helemaal klaar voor? Ja, hoor. Wat gaan we doen vandaag? Afschermen met een groen kuifje? Zo zijn een beetje uit, dat is niet zo. Hey, welkom allemaal. Welkom bij Brandless. Vandaag hebben wij een super mooie makeover. Dus volg alles. En als jullie het interessant vinden of noem maar op, dan willen we de duimpjes omhoog zien. En als jullie vragen hebben of zelf eens een makeover willen ondergaan, volg mijn channel dan. Dat is Brandless. Brand L-E-Z-Z. En ik zou het heel leuk vinden als jullie een paar leuke positieve berichten hebben voor mijn supermodel vandaag. En stay tuned en volg ons. Zo, we maken even een foto van hoe dramatisch het nu is. Oh. Ja, zakkenpartijen, je nieuw stampen. Zo, de eerste handeling, kop eraf. Kop eraf nog wel. Ja, ik krijg een nieuw kop. Ja. Oeh ja, grijze haren. Die hebben we al gedaan. Die kreeg ik van jou allemaal grijze haren. Echt? Ja, nee dan. En de nieuwste trend is grijs haar. Dan zeg ik altijd, pak je drie mannen en dan krijg je vanzelf grijs haar. Ja. Dan moet je nagaan als ze dan van één man al niet heeft. Ja, ze zijn totaal behoorlijk. Ja. Dus wat gaan we doen? Een beetje die koep? Die kleur. Dus we mogen er een stuk van afknippen. Lekker fris, onderhoudsvriendelijk. Ja, goed. Dat ik niet veel wat voor doen waar. In Spanje maar. Ja? Spanje maar. Maar nemen het. Mm-hmm. Nou, en dat was hem. De make-over, dames en heren. Ik ga even het moeilijkste van het moeilijkste doen. Oh jee, wat gaan we doen? Heb ik jaren voor gestudeerd om dit te kunnen doen. Oh, is zo? Dat is het staartje afknippen. Oh, wat kan ik voelen? Ja, we trekken hem een beetje. Beetje op, ja. Dat ook niet zo heel kort. We gaan een leuke video maken. Hoe knip je het makkelijk je haar? Nou, zo dus. Oh jee. Zo, ben je een snorretje? Een baard. Ja, een baard. Dat zijn je dode plukjes, schat. Zo, is nog wel leuk. Nou, er blijft niks meer van over, nee. Nee, kan er weer aankomen. Maar je had er ook een bloempot op de hoofd kunnen zetten, krijgt dat zelf effect. We hebben hier langlapige bloempotten, dus dat zijn brede. Oh, deze, ja. Zo, dan gaan we de luizen er even uithalen. Heb je luizen? Ja. Dat waren mijn ballen, schat. Die zou hard slaan, joh. Weet je, dit is ik die heb. Heb jij die ook? Ja. Zie je, dat is een soort bestrijdingsmiddel daarvoor. Kun je in de bouwmarkt kopen. Dus doe ik even een keer commentaar leveren nou. Ik zeg al niks meer. Volgens mij krijg je eens een blauw, schat. Zo te zien. Ja, ze van weer. We hebben haar spiegel afgedekt, hè? Ja. Dat je niet kan zien. We hadden ook de oven kunnen afplakken, maar dat vonden we wat radicaal. Een beetje manzoonvriendelijk, hè? Ja. Ziet er fantastisch uit, nu al.
Geweldig. We zijn nog niet eens klaar. Het gaat wel met deze stuk minder grijs, schat. Ja? Ja hoor. Ja, nog meer zooi erin. En dan is het leuk. Volgens mij is er veel vanaf. Dat het zo, dat blijft zo, hè? We houden dat zo, hè? Ja. We zijn klaar. Ja. Precies, er is niets te laten maken. En daar is een 3D-effect, hè? Ja. Die verschillende kleuren. Met een beetje diepte. Ik ben ook benieuwd. En je hebt paarse uiteindes. Ja, paarse uiteindes. Ja, groen, hè? Groen, ja. Oh, die groene kuis moet ook erop. Ja, ik zie het straks wel. Zo, we doen maar recyclen. Een andere kleur erover. Doen we die er weer in. Daar is dat aan. Ja. Er zijn daar zo'n kleurtjes die bij gedaan worden. En dan paars, lijkt een open wond zo. Ja, alle kleuren van de regenboog toch? Je ziet niks. Hou je wel een spiegel, maar daar kan je niet in kijken. Nee, dat is de bedoeling. Spannend, hè? Maar het begint al wat beter te worden. Het ziet er al meteen jonger uit, hè? Ja, precies. Was dat maar waar. Het is gewoon hopeloos, dit wordt niks meer. Ik ben terug gaan stoppen. Ik zeg, we moeten het zo houden, dat heeft geen zin meer. Laat het zo. De man kan je helemaal niet veranderen. Niet veel. Dus we moeten jou gaan opmaken. Dat is ook leuk. Kunnen we hem ook eens verven? Zullen we dat ook eens doen? Ben je snel klaar? Kijk eens mensen zo netjes. Ja, een beetje paars erbij. Juist. En wat groene stipjes. Vind ik ook. Dames, laat je nummer achter. Hè? Suske en Wiske en Tante Sidonie, ja en dan natuurlijk Lambieke en Jeroen. Irritant dat ik kan kijken, nou wil ik eigenlijk even spieken. Maar... Wat gaan ze nu doen dan? De haren, man. Je mag wel eens je tanden laten zien in de camera. Ah, moet je spoetsen. Moet spoetsen. Ik heb hier twee over elkaar staan, ik ben vroeger gevallen. Ja, vertel wat het is. Nee, waarom? Nou, hoezo ben je gevallen dan? Op de fiets, dat ik achteruit keek. Achteruit keek? Je moet er vooruit kijken, je moet er vooruit fietsen. Ik kwam een auto aan en die stopte, maar ik had het niet gezien. Ja, pats. Echt onder een auto? Over de auto. En het is mijn tand eigenlijk op elkaar gevallen. Je zat vast in de motorkap? Ja. Oh, dat is zoiets. Zoiets. Ja. 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 We hebben allemaal wel wat hoor, schat. Het hoort erbij, ja. Ja. Maar die gaan we dus bleken. Tenminste, die gaan we jou bleken. Nee, je moet die dadelijk opzetten, maar niks uit met de verf, dat wil ik alleen even zeggen. Ja. Oh, ja. Je hebt het net al een beetje meegekregen, je moet daar gewoon 15 minuten stil blijven zitten. Ik probeer het apparaat weer zo goed mogelijk op je te zetten. Ik blijf zo meteen weer hier bezig, dus als het is, zeg ik altijd een beetje neulen of een beetje stampen. Kijken we eens even naar de kleur. Ik stamp, maar dan zet ik tegen de spiegel aan. Ja, dan valt die op je en dan hebben we een rode spiegel. Even goed lachen. Blijven lachen. Met een mondharmonica, joh. Ja. Nou, we houden het een beetje hier. Ook weer wat ik net bij de buurvrouw zei. Je zit een beetje in de tussenfase. Hè. Dat is nou net niet te donker, maar ook net niet te licht. Je zult dadelijk zien dat je echt wel in deze buurt uitkomt. Oh, toch? Ja. Meestal kun je wel zeggen 10 tinten lichter. Dus rond de 14 zou je makkelijk uit kunnen komen. Ah, ja. Benieuwd. Spannend. Haal je hem zo eruit en je doet hem ook zo in de mond. Ook voorzichtig met de tussenbijten. Niet te hard gaan duwen, want anders doe je het te spul weg. Dat zou een goede stewardess zijn trouwens, of een vliegtuig. Die doen dat ook allemaal zo en zo, ja. En dan gaat het wel goed. Daar, openmaken. Oh, kan het nou gewoon doen? Ja. Ja, joh. Verder mag jij... Dankjewel. Ja, dankjewel. Assistent. Moet ik hem erin stoppen? Ruik wel lekker. Het is munt, maar niet iedereen kan dat tegen. Ja, gewoon het langzaam tussenbijten, niet te hard duwen, bijten. Ja, bijt maar door. Ja. Dat is een mooie deel. Ja. Dit, ja. Assistent. Dank u. Mag. Vingertjes. En een beetje van achter naar voren duwen, gewoon een klein beetje. Stop maar, niet te veel in je kaken, alleen... Oeh. Ja, stop maar, is al goed. Ja. Die mag je opzetten. Oké, okay, round one, fight. Dan wordt er een turbo laser op gezet. Nou, boef jij even, hè? Hop. En blijf zitten, niet bewegen. Ik kom naar jou toe. Nou, je doet het er ook niet veel hoor, mensen, zoiets. Je mooi wil zijn, moet pijn leiden. Nou, hou het zo. Als het warm wordt, ga je een millimeter naar achter. Ga eens naar achter. Dat is al te veel. Kom eens een millimeter, zei ze. Eigen millimeter. Ga eens een beetje. Ja, dit is al genoeg. Ja. Snap je? Dus voor de rest moet je proberen eigenlijk dat tegenaan te blijven. Mm-hmm. Weet je, want anders is het natuurlijk... Je ziet het dadelijk aan het licht. Weet je, als hij heel fel is, dan moet je eigenlijk een beetje dat tegenaan weer. Goed? Ja. Mm-hmm.
Hoe lang gaat het doen? 15 minuten. 15 minuten. Kijk beetje dan. Hoofd omlaag. Omlaag. En dan tegenaan. Goed er tegenaan. Ja, zo is goed. Nee, je hoeft niet vast te houden. Als je met je kin er tegenaan doet. Een beetje kin omlaag. Zo. Ja, dat is perfect. Installatie, hè. En nou. Zo blijven zitten. 15 minuten stilte. Heerlijk. Ja, dames en heren, dit zijn echt de beste 15 minuten van mijn hele leven. Het is lekker stil. En dan kan ik alles tegen mijn vrouwtje zeggen, hè, schatje? Je bent echt een goede man, wist je dat? Je bent echt een fantastische man, jij. Ja, die zwijgt die stem toe. Dus, ja, dan blijf ik dat je nou zwijgt, dat je toestemt. Maar je hebt gelijk, je hebt echt gewoon een fantastische vriendin. Alle vrouwen net als jullie, zeg je. Nou, dat kan me wel goed. Kijk, ze begint ook nog van te kwijlen. Ja, ze begint te kwijlen. Kwijlenbal. En wel begint ze van mij te kwijlen. En nou van zijn apparaatje. Joepie! Ja, de verveling slaat toe, jongens. Voor mij is het ook een kwartier wachten. Het is eigenlijk niks voor een man in zijn vrouwenzaak, zo'n beauty salon. Wie mooi wil zijn, moet tijd hebben, hoor ik net. Nou, dat klopt. Man, 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 ik ga helemaal kapot hier al. Pokerface, pokerface. Ja, ze inderdaad een pokerface, schat, zo. Hè? Ja, maar je... Kijk eens wat die jongen aan bij zich heeft. Het kotzakje. Ja. Mocht je eigenlijk alles eigenlijk inspugen. Alles wat je op zoals speek staat, inspugen. En dan een beetje zo afvegen. En dan heb ik bij de wastafel water staan om even goed te spoelen. En dan mag je de bril voor mij meteen afdoen. Maar dan moet je het voorzichtig met je vingers, anders zie je zo. Ja. Wow. Maar iedereen is, ja, ik zeg, iedereen kan alles, als ze zegt met de tanden, met de taak, is natuurlijk ook al de moeilijke. Hè? Ja. Kom maar mee. Kom maar mee, hoor. Kom maar mee. Fase 3 is een wenkbrauw makeover. En dan gaan we jou proberen 5 jaar jonger te maken. 5 jaar? Ja, Melanie bedoelt ze dan, want ik zit achter de camera. Juist, voor mij is het hopeloos. Nou, wat zijn ze nu? Let jullie op, over een paar seconden hoe ze het dan eruit zien. Nou, de verste wat zwarte hoed erop. Wat we vroeger school ook deden met houtskool. Zwaai ze even met één hand. Zwaai ze even met de andere hand. Ja, kom. Ik ben er komen. Ja. Zo, dan worden we weer eraf gehaald. Nou, ja. Fantastisch. Wacht, we gaan deze even... Dat is de honing. Dat is warm, de honing. Warm, god. Ja, we ook dat. Plak dan aan de kant, dan gaat er dan wat een zooi. Het is straf. Dan gaat de honing op de wenkbrauwen. Nee, het is hars, mensen. Dan gaan ze daar even voor met de pleister overheen of wat. En ook een trick snikker. Vroeger heb ik dat vaker gedaan. Dat gaat zeer doen, jongens. Dit gaat echt pijn doen. 1, 2, 3. Nog een keer tanden. 1, 2. Auw. Kijk, er staan nog rups. Dat is een vrouw te vies, eigenlijk. Bah, 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 bah. En de rups. Ik heb het tussen je benen ook doen, hè, schat, zo. Ja. Oei, jee. 1, 2 en hoppa. Lijkt leuk als je even ouw zegt voor de video. Ja, au, au. Goed zo. Au, oh, wij hebben kinderen gehad, hè. Zo, dan gaat de rosse er weer uit. Ja, mooi gekleurd water. Zo, die laten zien wat kleurtjes. Hé, schat. Dat ziet toch nog niet. We make you beautiful. Nou, ze mij benieuwen. Nou, daar was er nog een beetje bijgeknipt, denk ik. Ze hebben ook een eigen channel, draai zo. Wat is het? Bradless.pl, de NL. Voor de spannendste makeovers, dus wil jij je makeover, meld je aan. Ja. Volg ons, stuur ons een mail. En wie weet, zit je de volgende keer bij ons in het filmpje. Ja. Als je een leuke dame hier in beeld wil bellen. Charmante dame heeft ook nog een telefoonnummer. Kijk, die staat daar. Ben je direct apart met haar? En wat is dit?
Het is in de fik steken. Nee, de damp wat je ziet, dat is gewoon van het vocht in het haar. Ja. We zijn nou mooi in stijl en dan gaan we dadelijk mooi nog eens naknippen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk alleen het staartje gedaan. Ja. Gedaan. Jo. Als Brandless, meer dan alleen jouw kapper. Het is speciaal met lezers, hè? Ze kunnen hier van alles. Zie je dat, schat? Je bent echt heel anders. Wist jij dat hun de beste kapsalon van Limburg waren? Ze zijn uitgeroepen. Nog steeds, we mogen de titel een jaar dragen. Ja, dat scheelt als je dan naar de datum kijkt, onze video 4 uit. Ze waren ooit eens dan de beste van Limburg. Nog steeds? We ja, mogen tot oktober. Gaan mensen gaan kijken. Tot, oh, zo. Als mensen naar oktober kijken. En dan is het niet meer. Ja, tenzij het nog een keer weer natuurlijk. Ja, 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 daar gaan we wel vanuit. Ja. Nou, ik zie het al. Jullie gaan een grandioos winnen met vlag en wimp, hoor. Oh. Kijk eens hoe gepassioneerd ze bezig is. Ze gaat er helemaal aan op, hè. Ja, dat zijn de beste kappers, hè. Kapresjes. Kapster. Kapresjes. Nou, dit is al ongeveer geworden zo. Wie het lelijk vindt, mag het rustig zeggen, hoor, mensen. Beetje een lange bob. Mooi, hè? Ja. Mooi, moet het nog worden. Draai je ergens een scheiding? Ja, we liggen in scheiding. Uit ogen. Oh. Maar hier of hier? Nee, niet uit. Wil je scheiden? Zeg, we liggen in scheiding. De scheiding bij de kapper is altijd het goedkoopste, dat weet je toch, hè? Oké, nou, dan weet ik dat. Dan kunnen we hier naartoe, schat. Flitscheiding. Tja. Hé? Hé? Wat gaat die nou doen, joh? Kijk maar als hij goed doet wat ze doet, Melanie. Nee, nou moeten we echt stoppen. Dit gaat niet goed. Nou krijg je een te knappe vrouw. Ja, dat zal het zijn. Oh, morgen weet je niet meer. Mijn vrouw was al knap. Wat zou je nou zeggen? Nou, jij knap, zeggen dat mijn vrouw niet knap was toen ze binnenkwam? Nee, nee, dat wil jij niet zeggen. Nee. Piep. Zo, dan gaan we nog eens even plamuren die handel. Het wordt een compleet schilderij zo. Nou, het ziet er heel mooi uit hoor, schuifje. Zo, de grondverf zit erop. Nu gaat het aflakken. Dat is oog 1. Dan zo naar oog 2. Ja, prachtig. Echt wel prachtig. Slijmbal. Ben je er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Ja hoor. Zullen we eraf doen? Ja, doe maar. Zo. Toch heel anders. Ja. Het is heel kort. Wat vind je van de kleur? Ja, de kleur vind ik mooi. Ja, ik hou sowieso wel een beetje wild. Daarom zei ik al, van die kleur, daar wist ik al meteen, dat vind je helemaal geweldig. Wauw. Wennen. Dat is echt wennen. Heel anders, hè? Veel zachter maak je dit. Ja. Ja, de kleur is geweldig. Ja. Vind jij het ook mooi? Like en deel de video. Vind je het niks? Laat een comment achter. Apart, jong. Mooi. Goed in de camera. Ja. Draai je rondje. Heel, heel handig, heel anders. Dat ben ik niet. Ja. Ben je verliefd op jezelf? Nou, verliefd op mezelf. Mag het tafeltje laten staan? Gewoon al het van om. Is niks, mag je het ook zeggen? Mag ik gewoon eerlijk zijn? Oh, maar ik ben altijd eerlijk, dat weet je toch? Want meestal als ze zo reageert, dan vindt ze het niks. Wie? Nee, dat ben ik heel eerlijk. Wie? Zij? Oh. Heeft het gewoon wel, de lengte is daarna. Maar weet je, ik heb die lengte gekozen zodat je het nog vast kan maken. En dan kan je er ook zaten, anders hangt dit en dan doe je het toch alleen maar vast. Ja, met je goede ook. Kom hier, ze maken we even toen ze niet. Ja, je staat heel charmant bij, schat. Ja, die tanden waren ook witter. Ja. Ik zou ze een klein stukje laten zien hoe ze hiervoor was. Ja, ene. Nou. Ja. En zo is het nu geworden. Ik weet het zelf, want dat eigenlijk veel weet ik niet. En ook die zelfverzekerde kijker, Melanie. Even omdraaien. Ik vind het wel heel mooi. Het geweldige resultaat. Lekker kort. Je hebt gewoon een nieuwe vrouw, hè, cameraman? Ja, zeker. Ik kan er weer op vanavond. Het maakt je echt wat frisser, wat pittiger. Ja. Ik ben zo benieuwd wat de mensen ervan gaan denken. Anders ik wel, ja. Ja. En ik heb dus met jouw man afgesproken dat hij vanavond de kaarsjes aanzet.
en ik kom dat controleren. Dat is goed. Oh, gezellig. Want hij was zo... Nee. Ik vind het goed geweest. Ik ga lekker naar bad. Ja. Helemaal. Heb je verdiend, toch? Ja. En ja, jij bent een voetje beter. Lekkerder. Super mama en spee. En we zien je gauw weer terug. Wie weet, okay, hè? Oké, doei. Doei. Vond je dit leuke video? Doe een like. Daaah!